Roderick Hageman. Roderick, hartstikke leuk. Fijn dat Goedemiddag. je er bent. Goedemiddag. Hey Roderick, jij hebt in de Volkskrant ook ongeveer 2 weken geleden een artikel geplaatst. Jij bent de directeur van Talent Institute. Jij begeleidt jonge mensen, trainees eigenlijk, in hun eerste loopbaan. En jij hebt een artikel geplaatst in de Volkskrant, waarin je eigenlijk opriep tot een andere soort van solidariteit dan we eigenlijk gewend zijn tot nu toe. Ja, dat klopt. Inderdaad, de introductie van mijn bedrijf, de Talent Institute, dat was ook eigenlijk een beetje de basis dat wij hebben gezegd, joh, we moeten wat met die jongeren. Want wij doen normaal opleidingsprogramma's voor jongeren. En toen dachten we, ja, er gebeurt wel zoveel op dit moment. Natuurlijk hebben we dat vervelende coronavirus. Maar we hebben ook een economie. En je ziet dat het effect op jongeren toch best wel groot is. Vooral als het gaat om toekomstperspectief, om banen, om zekerheden. Toen heb ik gezegd van ja jongens, we zien dat het coronavirus eigenlijk best wel discrimineert. Namelijk, het treft vooral de ouderen. Maar al onze maatregelen die we doen zijn vooral gericht op iedereen. En in mijn artikel in de Volkskrant pleit ik eigenlijk voor dat we zeggen, jongens, kunnen we niet maatregelen verzinnen met jongeren die ervoor zorgen dat we in ieder geval de economie weer vlot trekken. En dat inderdaad ook de jongere generatie niet een soort generatie is die uiteindelijk het hardst wordt geraakt door de hele coronacrisis. Ja, want je pleit eigenlijk voor een 65-min samenleving. Hè, waar je zegt van laat nou de mensen die het minst vatbaar zijn voor dat virus gewoon weer naar het oude normaal toe gaan. En zet alle mensen die kwetsbaar zijn en oud zijn, zet die nou in een lockdown, in een quarantaine. Zodat eigenlijk de gezonde mensen solidair kunnen zijn met de ouderen door gewoon hun ding te doen. Ja, nou, ik heb het niet echt gepleit als een 65-min samenleving. Ik heb gezegd, maak leeftijd onderdeel van de discussie en maak leeftijd ook onderdeel van de maatregelen. Want als je gewoon puur kijkt naar de feiten, en we weten nu gelukkig veel meer over het coronavirus dan dat we na 3 maanden of 4 maanden geleden wisten, zien we dat als je puur kijkt naar het effect van corona op jongeren, dat is eigenlijk te minimaliseren. De kans dat je aangereden wordt door een auto is vele malen groter. Volgens mij zelfs 2 of 3 keer zo groot. En toen heb ik gezegd, ja oké, is er dan een reden om de hele economie eigenlijk stil te zetten, terwijl er toch een groep is die minder risico heeft en die dus voor het hele landsbelang kan zorgen dat we die economie draaiende houden. En dat was eigenlijk mijn stelling van ja, dat zien we op basis van leeftijd, dat zien we ook wel op basis van zwakke groepen. Laten we daar nou maatregelen op gaan verzinnen, want het is nu een beetje een soort one fits all programma. En dat hadden we gehoopt dat even voor een korte periode goed zou kunnen gaan. Voor 6 weken. En dan is iedereen wel in staat om dat even met elkaar te doen. Maar we zien toch wel dat dit wel een jaar gaat duren waarschijnlijk. Of een half jaar. Dan moeten we toch wel even iets creatiever met z'n allen gaan worden voor maatregelen. Ja. En heb jij goede reacties gekregen op jouw artikel? Steunbetuigingen? Ja, nou echt wel heel veel reacties. Ik had niet verwacht dat dat nog zoveel reacties teweeg zou brengen, maar ik heb heel verschillend. Natuurlijk heb ik ook wel een paar reacties gehad van ouderen die zeggen, ja, dat kan niet. Dit kunnen we niet maken op deze manier. Maar juist ook wel weer heel veel ouderen die zeggen, ja, het is gewoon een feit, jongens. We moeten hier met z'n allen doorheen en we moeten zorgen dat we niet nu iets kapot maken wat we over de komende 10 jaar moeten gaan herstellen. Dus ik kreeg van jongeren, die waren het toch wel echt met me eens. En ouderen is natuurlijk altijd een beetje een mixed groep, maar dat is ook denk ik wel een beetje het onderwerp. Het is gewoon beladen. Het is een beetje een taboe. Het is veel emotie. En daarom was voor mij ook wel de reden van, ja, dus probeer die emotie nou eens uit dat debat te halen. En proberen we nou eens met z'n allen creatief na te denken wat we wel kunnen doen, in plaats van altijd te zeggen wat we niet moeten doen. Ja, want jij pleit dan een economisch argument, hè, breng jij dan in. Want het is ook goed voor onze economie. En daar profiteren we allemaal van. Ook de ouderen, ja, of de kwetsbaren. Is dat het enige argument, of zijn er ook nog argumenten in te brengen dat het ook gewoon gezond is voor de geestelijke ontwikkeling of goed is voor een samenleving als jonge mensen ook weer helemaal up and running zijn? Nou ja, ik denk dat het, kijk, we leren steeds meer over wat voor een impact dit virus op ons heeft. En nu, eerst was het natuurlijk alleen maar volksgezondheid, nu volgt de economie en je leest toch ook best wel wat onderzoek over sociaal gezien en psychologisch gezien, dat ook toch wel heel veel jongeren, zeker in de ontwikkelperiode, ja, toch best wel psychologisch ook gewoon eenzaam zijn, achterstanden
kreeg, je ziet toch wel vooral jongeren natuurlijk vooral in de periode van 15 tot en met 30 zich heel erg aan het ontwikkelen zijn. Dat staat nu een beetje stil. En ik denk dat het meest zorgwekkende toch wel is dat die scholing, universiteiten gewoon langere tijd heeft stilgestaan. En dat gaat toch echt achterstanden doen. En ik denk, ik zit dan al in de werkende generatie en wij helpen vooral jongeren die werken, maar de basis is toch wel gewoon het onderwijs. En jongens, laten we daar alsjeblieft zo snel mogelijk weer mee beginnen. Want daar komt toch wel heel veel achterstand. En zeker als ik gewoon lees dat niemand stage kan lopen in bijvoorbeeld het praktische onderwijs. Dus de mbo-scholen. Ja, dat is gewoon heel zorgwekkend. Daar moeten we gewoon echt wat aan doen met z'n allen nu. Ja, want ik vroeg me ook nog af. Hè, want we hebben natuurlijk nu enorme demonstraties gehad. Hè, op een aantal grote plekken in Nederland. Sowieso eigenlijk in heel de wereld laten mensen hun stem horen. Natuurlijk is dat echt een stem tegen racisme. Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen. Het is ook juist aan jongeren om deze provocerende, maar ook vernieuwende houding veel meer in te zetten. Om uiteindelijk ook een samenleving die nu zo heel erg in beweging is, een soort duw de goede richting op te geven. Vind je dat jongeren op dat punt ook hun stem voldoende gebruiken? Of zijn ze eigenlijk veel te braaf? En passen ze zich nu aan? Ja, eigenlijk zijn ze te braaf, vind ik. Ik moet heel eerlijk zeggen. Tot en met dat ik het opinieartikel schreef, sprak ik wel af en toe wat journalisten. Toen dacht ik, ik kan echt niemand vinden onder de 35 die zich momenteel in dit debat mengt. Ik vind één ding is gewoon slecht, is dat natuurlijk alle beslissingen gemaakt worden door een generatie die totaal een andere generatie is dan een jonge generatie. Dus mijn eerste voorstel zal zijn, niet als meneer Rutte alleen is van joh, kunnen we mensen, kom met ideeën, maar zet ze eens aan tafel waar de beslissingen worden gemaakt. Want dan krijg je waarschijnlijk al hele andere inzichten. En ik moet ook echt zeggen, ja, ik vind mijn generatie wel wat braaf. We zijn heel solidair, we doen eigenlijk veel te weinig, we spreken ons veel te weinig uit. Maar ik denk wel dat wij als generatie een besef moeten hebben dat deze crisis, ja, moet ook op een gegeven moment een keer terugbetaald worden. En je studie moet op een gegeven moment ook een baan krijgen. We zouden best wel wat meer mogen uitspreken. Ja, Ja, ga door. Ja? Sorry. Nou, en ook wel wat meer mogen uitspreken, maar ook wat proactiever. We laten het allemaal een beetje over ons heen komen. En we denken, ja, kunnen we hier nou wel wat mee doen? Moeten we hier nou wat mee? Laten we maar solidair zijn, want anders krijgen we misschien een andere generatie over ons heen. Nee. Jongens, het is jullie toekomst. Het is een toekomst. Wij moeten nog 35, 40 jaar werken. Het is nu de kans om actie te ondernemen. Dus de revolutie zoals Rutte het noemde. Er mag wel iets meer uitgesproken worden. Ja. En als dat dan gebeurt op een bepaalde manier, hè, op de Dam of op het Malieveld, wat vind jij daar dan van? Want als jongeren zich dus wel laten horen, dan zie je eigenlijk dat het niet gaat om hun inhoudelijke boodschap. Maar dan wordt er weer gesproken dat ze eigenlijk onverantwoordelijk bezig zijn geweest, dat het allemaal veel te nonchalant was, dat ze geen rekenschap hebben gegeven hè, aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe moeten jongeren dan zeg maar wel laten zien dat ze een stem hebben? Ja, nou kijk, ik denk dat de Dam is natuurlijk een hele aparte discussie. Ik denk dat daar geen eens alleen maar jongeren op het plein stonden. Maar dat eigenlijk alle generaties wel op dat plein stonden. Ja, en daar heb ik niet echt direct nu een soort argument over. Ik denk dat het niet echt slim was dat we met z'n allen daar stonden. Zeker omdat we nu nog in de coronacrisis zitten. Maar het onderliggende topic is natuurlijk wel heel relevant. Maar dat is echt racisme. Ik denk dat dat over alle generaties heen gaat. Dus ik denk dat dat niet alleen een topic is voor jongeren. Maar jongeren zouden zich gewoon wat meer mogen gaan mengen in het debat. Ik zou ze wat vaker willen zien op televisie. Ik zou ze wat vaker willen zien op belangrijke posities waar beslissingen worden genomen. En dat is denk ik ook de generatie ouder. Die zou ook wat meer de hand mogen uitreiken naar de jonge generatie. Want uiteindelijk denk ik wel dat het nu soms een beetje de verkeerde kant op gaat. Het is net alsof generatie tegen generatie. Terwijl ik denk als je twee generaties bij elkaar zet, krijg je hele mooie dingen. En wat bedoel je dan met de hand uitreiken van ouderen? Wat zouden zij dan moeten doen? Wat zouden zij moeten doen? Kijk naar het voorstel van de minister-president. Die zegt, ja, kom met een revolutie, kom met ideeën. Ja, dan zou ik aan de minister-president willen vragen. Zet dan ook een aantal jongeren echt aan tafel waar het om gaat. En dan misschien niet bij het OMT, want dat is echt heel erg specifiek gericht op de bestrijding van het virus. Maar we hebben natuurlijk nu ook andere vraagstukken te beantwoorden. De economie, sociaal gezien, hoe gaan we hier uitkomen met de crisis? Nou, maak daar eens een werkgroep van, of maak daar eens een groep die meedenkt over wat de mogelijkheden zijn om hier sterker uit te komen en zet daar ook juist de jongere generaties aan tafel. Ja, en laat ze meebeslissen in plaats van
Ja, laat dus ze meebeslissen, dan alleen maar met ideeën komen. Hé, hey, en tenslotte, ja. Want we moeten al, we gaan afronden, Roderick, voor dit stukje. Wat raad jij jouw talenten aan, jouw trainees? Hoe zorg je dat ze ook wat meer durven provoceren of wat meer ook de rebel in zichzelf durven op te zoeken? Nou, het eerste wat ik zou zeggen is, ga niet in de slachtofferrol zitten. Je kan natuurlijk, als je online leest, kan je natuurlijk allemaal denken, ja, ik kan er niks aan doen. Ik zou vooral alle jongeren willen aanwijzen, je kan heel veel doen. Als het gaat om een baan zoeken, ga met heel veel mensen praten. Ga jezelf bijscholen. Er is zoveel online te leren. Ga boeken lezen, ga internetcursussen doen. Zorg dat je uiteindelijk gewoon interessant wordt voor bedrijven. En kom met ideeën. Sommigen zeggen wel eens, ja, ik ben ga ondernemen desnoods. Er zijn nu hele mooie kansen. Zet iets op als je geen baan hebt. Dat zou ik willen zeggen. Dus word proactief. Ga niet in de slachtofferrol zitten. En ondanks dat dit misschien even pittig is, maak er gewoon het beste van. Want ja, uiteindelijk komen we hier ook wel weer uit als crisis. Oké, en durf ook af en toe misschien een beetje te schuren. Ja, durf ook gewoon wat te zeggen. We zijn gewoon een beetje te braaf. We moeten gewoon af en toe ook eens even durven zeggen. En dat zal je waarschijnlijk... ik heb ook na mijn Volkskrant artikel heel veel mailtjes gekregen van mensen die totaal niet met me eens zijn. Maar juist dan met elkaar in gesprek gaan komen we misschien tot betere oplossingen. Dus ja, iets minder braaf. Iets minder braaf, precies. En gewoon laat je horen, ook als je het er niet mee eens bent. Hartstikke goed. Roderick, dank je wel. Ik wens je veel succes. En ik hoop dat ook al heel weer snel jonge mensen zich bij jou gaan melden. Die dan weer ingezet kunnen gaan worden bij bedrijven.